Het is weer tijd voor een werkstukje. En dit keer een normaal werkstukje. Het is geen zomerswerkstukje, omdat het onderwerp niet bepaald zomers is. Het is een beetje mild depressief herfst als het ware. Want het gaat niet goed met Square Enix. In de piepshow, kijk het maar even terug, daar hebben we het uitgebreid gehad over Square Enix. En dat hun, hun profits 78% minder zijn dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. 78%. Dat is echt heel erg bad. Um, ik heb daar de afgelopen avond nog wat over zitten lezen. En een van de redenen dat het zo slechte cijfers zijn, is dat ze eigenlijk alle productiekosten van Final Fantasy 16. En dat gaat om honderden miljoenen. Die hebben ze in één keer afgeschreven. Dus al die productiekosten hebben ze eraf gehaald. Waarom? Alles wat hierna komt. Uh, uh, elke, elke game die nu wordt verkocht van Final, Final Fantasy XVI. Is dus winst. Dat vertekent een beeld uh, een beetje. Maar als we dan even kijken naar de aandelenkoers. En uh, die krijgen we nu in beeld. Dan zul je zien. Dat dit, um, nou dit is een berg die je niet af wil gaan, laat ik het zo zeggen. Het is een vrij steile berg naar beneden. Hier zie je 4 augustus, toen maakte men het een beetje bekend... en toen wop, ging het naar beneden. En je ziet dat het, het herstelt zich eigenlijk ook helemaal niet. Het blijft gewoon nu al een aantal dagen. Het is nu vier dagen na dato, het blijft gewoon heel erg laag. Dat is niet goed. Dat betekent dat Square Enix in zwaar weer zit. Er komt te weinig geld binnen, er gaat te veel geld uit... Niet goed. Dat is een soort spiraal. Een spiraal waar Ubisoft zich ook een beetje in begint. Alhoewel die nog wel financieel goed draaien. Maar eigenlijk zie je ook in 2022 te weinig games hebben ze uitgebracht. Tot nu toe hebben ze ook nog niet heel veel uitgebracht. En dan is er gewoon een cashflow-probleem. Er komt niet niks in. Terwijl je wel bezig bent met andere games. Die mensen moeten betaald worden. Productie moet be betaald worden. Eventuele licenties moeten betaald worden. Kantoor moet betaald worden. En het geld vliegt als het ware. Uh, het kantoor uit. Nou, normaal leen je dan geld bij. Lenen is tegenwoordig peperduur. Is niet waar je helemaal wezen wilt. Toen had ik zoiets van: oké, okay, maar wat is er dan fout gegaan met Square Enix? Want Square Enix, ik kan me dat niet anders uh, herinneren als ja, misschien wel Japans grootste onafhankelijke publisher. Hè? Ik bedoel, oké, okay, Nintendo. Dat is een leveltje hoger omdat die natuurlijk ook hardware maken. Maar Square, dat schakel ik dan in het rijtje. Hè. Je weet wel, Koei, Tecmo, uh, Bandai Namco, uh, Sega, Konami, Capcom. Dat zijn een beetje de partijen waarmee ik het mee vergelijk. En dan was Square eigenlijk altijd wel een beetje koning. Eigenlijk wel een beetje de grootste partij. En dat kwam dan met namelijk omdat zij drie franchises hadden die gewoon... Huge waren. Hè? De JRPG, de Jap Japanse RPG, en hebben natuurlijk over Final Fantasy, Dragon Quest en Kingdom Hearts. En uh, ja goed. Ik bedoel, Dragon Quest, ik zal even wat laten zien. Want dat is denk ik wel de minst bekende titel um, van allemaal. En klein, klein stukje historie. Um, Square Enix is. Niet begonnen als Square Enix. Het is Square Enix geworden in 2003. En dat had er alles mee te maken dat um, Square op dat moment een film uitbracht over Final Fantasy. En die scoorde nou niet bepaald goed. En uh, men kwam een beetje in financiële problemen. En dus besloot men om met uh, Enix in C te gaan. Uh, het leuke ervan is dat Enix uh, eigenlijk de kopende partij was. En Square Enix en Square de verkopende partij en toch is het Square Enix geworden en toch hebben de mensen van Square de leiding binnen het bedrijf. Het zal wel heel erg Japan zijn. Um, het leuke is ook dat Square groot is geworden door één franchise en dat is Final Fantasy en Final Fantasy was een JRPG die weer behoorlijk geïnspireerd was op Dragon Quest van Enix. Um, Square was eigenlijk een bedrijf wat voornamelijk de games zelf maakte, terwijl Enix ook wel eens games maakte, zoals de Dragon Quest-serie, maar vooral uh, publiceerde voor uh, games van andere partijen. Nou goed, uiteindelijk is dat bij elkaar samengekomen en hebben we dus te maken met Square Enix. En Square Enix had dus inderdaad die drie franchises: Final Fantasy, Dragon Quest en Kingdom Hearts. En Final Fantasy is de grootste. Volgens mij ergens tussen de 180 en 200 miljoen van verkocht van die hele franchise. Um, uit mijn hoofd zit Dragon Quest nu ergens tussen de 80 en de 100 miljoen en Kingdom Hearts zit ergens tussen de 35 en de 40 miljoen. Dat zijn grote series waar je een bedrijf op kunt bouwen. En eigenlijk leek alles gewoon crescendo te gaan. Helaas, het is de laatste paar jaar echt volledig misgegaan. Uh, Square Enix is van een sterk, robuust bedrijf verworden tot een bedrijf waarvan heel veel, uh, heel veel mensen en analisten dachten: die gaan binnenkort overgenomen worden. Maar dat is niet gebeurd. Sony zou het uh, overnemen, is niet gebeurd. Xbox zou volgens de geruchten het overnemen, is niet gebeurd. Tencent misschien, is niet gebeurd. En dat geeft eigenlijk aan dat, ondanks het feit dat ze een aantal grote series hebben, ze toch geen interessant materiaal waren voor. Dergelijke partijen. En dat, dat is gewoon geen goed teken. Er was dus blijkbaar te weinig vlees aan de botten. Ja, en wat is er dan in hemelsnaam fout gegaan? Um, ik heb dat een beetje op een rijtje proberen te zeggen. En eigenlijk neem ik dan um, het jaartal 2020 als een soort van startpunt. Vanaf dat moment is het eigenlijk down the drain gegaan met Square Enix. Kijk, daarvoor was Square Enix ook al een behoorlijk. Weird bedrijf. In de zin van niet zozeer de games. alhoewel ik die persoonlijk dan zelf ook een beetje weird vind. Maar goed, dat is meer smaak. Het was een bedrijf met een hele eigen manier van zaken doen. En met name ook van ja, marketing en omgaan met licenties. Ja, lang is gedacht dat Square Enix, dat was PlayStation. Die maakte alles voor PlayStation. Dat is dus niet zo. Ja, voor een groot deel. Maar bijvoorbeeld uh, Octopad Traveler, dat is een echt een hele. Uh, grote serie. Uh, en, en, het eerste deel werd uitgebracht op de Switch en de PC. Is toen naar de Xbox gekomen, is op de Xbox Game Pass komen te staan en nooit naar de PlayStation. En toen kwam uh, um, onlangs Octopath Traveler 2 uit. Of die, gaat, uh, die game die gaat dan exclusief naar de PlayStation en de PC komen. En de Switch maar helemaal niet meer naar de Xbox. Dus feitelijk gaan ze opeens een game op een Playstation zetten waarvan de bezitters... deel 1 niet hebben kunnen spelen. Hoe krijg je het in hemelsnaam in je hoofd? Nou, zo zijn er meer van dat soort dingen. In ieder geval na, 2022, na 2020... Uh, 2020, waarom neem ik dat jaar? Dat was het jaar... Uh, dat uh, deze game uitkwam. Dat is Final Fantasy VII Remake. Dat was absoluut een fantastische game. Uh, deel 2 komt er binnenkort aan... En um, heel veel mensen, ook hier op kantoor, hebben dit met veel plezier gespeeld. Het zag er mooi uit. Echt een kwalitatief hoogstaande remake. Scoorde goed. Volgens mij, ja, had er ook wel meer dan 3-4 miljoen van verkocht. Uh, meer in ieder geval dan van Final Fantasy XVI, die onlangs is uitgekomen. Deze game scoorde nog beter. En um, ja, de toekomst was gewoon hartstikke goed. Maar vanaf dat moment, op een of andere manier, zijn ze de touch met de gamers helemaal kwijtgeraakt. En ik ga het je even proberen uit te leggen. Want uh, als ik dat zie en ik ga daar eens rustig over nadenken, dan denk ik: wat de fuck? Wie is daar dan de leiding? Nou, die, die, waar kwamen ze mee? Um, ze kwamen met, jawel, de Marvel's Avengers. Inderdaad. En vanaf dag 1, en ik weet dat nog, op de E3. Iedereen zei van, wat de fuck is dit, weet je wel? Die. Ik snap dat je de licentie niet neemt, omdat het hartstikke veel geld kost. Hè, van de, de, de originele gezichten van die gasten die in die Marvel-films spelen. Maar het ziet er niet uit, weet je wel. Het, mensen lachten er gewoon om. Uh, Volgens uh, de game uh, waar uh, onze, onze Gwen ook nog aan gewerkt heeft. En toen zei zij al: van, uh, Nou ja, dat, dat ziet er. Nou ja, goed. Uh, mm, nou, ze mochten er niks over zeggen toen. Maar goed, we hadden allemaal al zoiets van: Oké, okay, dat gaat niet goed komen. Um, de game was niet tof. Uh, het zat vol met microtransactions. Hebben ze er volgens mij op een gegeven moment weer uitgehaald. Weet ik allemaal wat. Het is dan, denk ik, nog wel een keertje naar de GamePers gekomen. Uh, toen gingen wat meer mensen spelen. Maar het was een flop van de eerste orde. Terwijl je zou denken: Dude, weet je wel. Marvel. Alles wat Marvel. Zeker in de jaren 2020 inmiddels komt er een beetje te veel van uit. Maar het was. Je kon er alleen maar mee scoren. Weet je wel. En toch lukte het. Uh, Square Enix om er een gigantische flop van te maken, dus ja, daar verloren ze al veel geld uh, op. En het leuke van Square Enix is dan weer wel, en dat moet ik ze toegeven, ze zijn altijd heel eerlijk geweest, dus ze hebben ook aangegeven: deze game heeft absoluut niet goed verkocht. Nou ja, goed, dan dachten ze: van oké, okay, dan gaan we gewoon met de volgende um, uh, Marvel game daar gaan we daar wel mee scoren, en dat was uh, Gardens of the Galaxy, nou ja. Lijkt mij ook weer een ABC. En het grappige is, deze game is dus wel goed. Maar hij werd helemaal niet gemarket. Hij werd helemaal niet in de markt gezet. Uh, weinig reclames over, weinig PR. Ik kan me dat ook nog wel herinneren dat ik nog heb gevraagd: dan kunnen we er een leuke campagne mee doen. Kunnen we er iets tofs mee doen? Want wij zijn Marvel-fans. Geen antwoord. Was geen budget. Niks. Terwijl dit een grote game was. Die ook nog eens een keer goed ontvangen is door de pers. En een van de redenen zou kunnen zijn uh, dat kort na. Deze game, na het uitkomen van deze game. Square Enix opeens. al hun westerse games. van de Idol stak, hè, Tomb Raider. Uh, Guardians of the Galaxy. en zo zijn er nog wel een paar. Hitman. die hebben ze verkocht. aan de Zweden van Embrace Group. voor een luttele 350 miljoen. 300, uh, 300 miljoen dollar. Uh, omgerekend. Nou, dat, dat is nog minder. Ik bedoel, insane. Dat voor dat bedrag. Dat ze dat verkopen. Ik bedoel, Tomb Raider, daar kun je echt nog wel iets goeds mee maken. Hitman is gewoon een hartstikke leuke serie. En zo zitten er nog hele toffe IP's in waar je nog wat mee zou kunnen doen. De remakes zijn tegenwoordig hartstikke populair. En ik denk dus om. Uh, uh, om, om de. Ja. Dat, dat ze ermee in een maag zaten. Dat ze ook zoiets hadden van ja, we willen het verkopen. En dan willen we er ook maar niet al te veel reclame voor die game gaan maken. Want. Bizar. Onnavolgbaar de beslissing om deze game niet als iets stofs in de markt te zetten. Maar goed, dat was de volgende flop. Want daar verloren ze ook weer heel veel geld op. Want dat was gewoon een hartstikke dure, dure game om te maken. Um, ja, toen kwamen er dus een hele reeks aan games aan. Hè? Dan hebben het al, zitten we al bijna rond 2021. En het grappige is. Als je denkt aan Square, dan denk je aan Final Fantasy. Dan denk je inderdaad uh, aan Kingdom Heart. Misschien aan Dragon Quest. Alhoewel dat hier in Europa wat minder populair is. Maar uh, je denkt ook bijvoorbeeld aan, aan deze game. Die hebben ze dus ook uit... Nou goed, ik ga eerst even dan naar, naar deze game. Babylon's Fall. Uh, hun probeersel om een service game te maken. En uh, die was ook gewoon echt een van de slechtste games van 2021. Echt, Echt heel erg slecht. Uh, sloeg helemaal nergens op. Was ook niet leuk om te spelen. Gigantische flop. Maar je zou denken: van oké, okay, zoveel hebben ze eigenlijk dan ook weer niet uitgegeven. Nou, dat hebben ze dus wel. Ze hebben de afgelopen twee jaar echt heel veel games uitgegeven. waarvan niemand weet hier, in ieder geval wij niet, dat die überhaupt bestonden. En het zijn dan ook vaak nog hele aparte games. Dus uh, ik ga zo dan even opnoemen welke games zijn. Games die bijvoorbeeld. ...bouwen op een bepaalde franchise die best populair is... ...omdat ze een bepaald type gameplay hebben... ...en dan brengen ze een deel uit in die franchise... ...met een heel ander type gameplay die mensen helemaal niet tof vinden. Weet je, bedoel... ...hoe snap je dan nog wel de doelgroep waar je voor werkt? Nou, Babylon's Fall, uh, euh, hartstikke dure game... ...dat ze dat überhaupt uit hebben weten te, te, bre te willen brengen. Nou, waarschijnlijk hadden ze een deeltje met PlayStation... ...dat dit uit moest komen... Maar het gewoon, was gewoon hartstikke slecht. Ik ga het even opnoemen. In twee jaar tijd: uh, Bravery Default 2. Nooit van gehoord. Uh, Balan Wonderworld. Dat, was, uh, uh, dat werd met veel tamtam -tam gebracht. Uh, de, de originele bedenker uh, van Sonic, Yuji Naka. Zou na twintig jaar weer eens een keer uh, zelf aan, het, aan de leiding, aan het roer staan van het proces van een game maken. Nou, dat werd ook een flop van je wel, dat was helemaal niet echt een leuke game. Uh, Babylon's Fall hebben we net over gehad, flop. Stranger of Panis, Para, uh, Paradise, Final Fantasy Origin, ja weer een Final Fantasy spin-off die mensen volgens mij niet echt heel erg tof vinden. The Dialfield Chronicle, nooit van gehoord. Valkyrie Elysium, nou dat was dus die franchise, de Valkyrie. Uh, uh, um, uh, franchise is best wel populair, maar dit was opeens een heel ander type gameplay waar de fans van Valkyrie helemaal niet op te wachten staan. Waarom dan doen? En Star Ocean, de Divine Force, ook weer zo'n game. Niemand van gehoord, werd niet geen marketing over gedaan. Ondertussen werden er wel tientallen miljoenen in de ontwikkeling gestopt. En je zou dan zeggen, bijvoorbeeld: van, uh, waarom niet een vervolg op uh, Nier Automata? Want dat uh, was echt een hele succesvolle game. Waarom niet een deel 3? Want er zijn nu twee delen uitgekomen. Of was dat een soort van, 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 van opvolger van deel 1? Of dat nou een volwaardige game was, ja of nee. Maar goed, je had een nieuw deel kunnen uitbrengen. Uh, het is op dit moment hot, hè? Je weet het wel. Uh, al die, die, die Souls-like-achtige games scoren gewoon goed dan is het toch hartstikke leuk om een nieuwe, nier game uit te brengen. Uh, gamers zijn er enthousiast over. Maar ja, goed, blijkbaar hebben ze helemaal geen zin om te doen... Wat, waar gamers enthousiast van worden. Um, wat ze dan weer wel deden... en dat is echt iets waar iedereen in de gamesindustrie zich over verbaast... is dat ze zich volledig gingen focussen. Of nou, ah, volledig. Voor een heel groot deel gingen focussen. En wat ze ook als een speerpunt maken van hun toekomstplannen was... De NFT. De NFT. Iets waar iedereen al klaar mee was in de gamesindustrie. Iedereen heeft het uitgekotst. Nou, de president van Square Enix, uh, Yosuke Matsuda uh, nee, die, die, die maakte het eigenlijk als een soort van speerpunt. Dat is het pilaar waar Square op gaat rusten. Uh, ze hebben ook al een game uh, inmiddels ervan gemaakt waarvan niemand weet dat hij bestaat. Um, dat zou het gaan worden. En een groot deel van de investeringen, van het geld wat ze weer in het bedrijf hebben gestopt, hebben ze ook daadwerkelijk besteed aan die NFT's. En het doet helemaal niks. En dat geld gaat dan weer ten koste van games als een Nier-Automata, die misschien wel iets uh, naar binnen hadden gebracht, of een nieuwe Kingdom Heart. Kijk, dat zijn natuurlijk fantastische games. Maar ze zijn wel peper, peper, peper duur. En dat moet je Square nageven. Ze geven af het, uh, eigenlijk hun developers ook wel de kans om die game ook echt af te maken. Er wordt tijd besteed aan die games. Het is niet dat ze een, elk jaar een Final Fantasy uit moeten knallen. Ze, mensen krijgen de tijd. Dat betekent gewoon dat het hartstikke dure projecten zijn. Zie je wel op het moment dat ze dus alle kosten van Final Fantasy 16 afschrijven. Dan uh, in één keer... Uh, 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 Gaan ze zwaar de min in? Dat is geen goed teken. Nou, ze draai ze het hele bedrijf drijft op dit moment dus op de Final Fantasy uh, franchise. en de MMO Final Fantasy XIV. Uh, die gaat nu ook naar de Xbox toe. Wie weet dat dat nog wel gaat doen? Uh, het is een tijdje zelfs groter geweest dan uh, World of Warcraft. Inmiddels is het wel weer wat naar beneden gezakt. Uh, ja, daar moeten nu inkomsten uit komen. Maar dat is allemaal hoogst onzeker. En. Met zo'n groot bedrijf, zoveel werknemers in dienst um, en een baas die dus blijkbaar denkt dat iedereen in de wereld op NFT zit te wachten, wordt, een, wordt het best wel linker soep. En exact dit verhaal zorgt er ook voor dat Sony en Xbox of andere partijen die bijvoorbeeld denken: van oké, okay, die aandelen staan nu zo laag, ik ga in dat gat springen, ik neem ze over en ik uh, ga gewoon met die goede franchise die ze hebben aan de slag. Die zijn blijkbaar zo bang voor die, dat hele NFT's voor, voor, voor de. Uh, ja, voor de. problemen die ze gaan vinden. op het moment als ze het bedrijf overnemen. Hè, um, dat ze ervan afzien. En Square Enix moet dus blijven drijven. op uh, een kurk die steeds dieper wegzakt in het water. Ik, ik vind het een um, zorgwekkende situatie. Ik geloof echt wel dat Final Fantasy gaat scoren. Maar als je kijkt naar de laatste cijfers, dan nou was het een klein beetje. Um, nou, een discussie over van 3 miljoen hè, hadden ze op een gegeven moment gezegd. Uh, dat was in een langere tijd dan Final Fantasy 7 Remake. Dat werd door de ene analist gezien als slechter. De andere analist als van nou dat is best wel goed. Want um, uh, even kijken, deel 7 kon je ook op de PlayStation 4 spelen. Dit alleen op de PlayStation 5. Kleinere install base. Bladibladibadibad. Maar het is duidelijk. Um, Square heeft Tomb Raider afgeschoten. Omdat het maar 6 miljoen verkocht. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Ze hebben al die franchises afgeschoten. omdat het te weinig ver verkocht. Ze willen die 10, 15, 20 miljoen blockbuster. die mogelijk dus ook. MT's en NFT's gaat afzetten. En die hebben ze dus niet. En als je daar je hele bedrijf op baseert. heb je echt een probleem. En dat zou echt zonde zijn. Want ik vind Capcom fantastisch. Resident Evil hebben ook nog een paar mooie franchises. Bandai heeft hele toffe dingen. Sega heeft toffe dingen, Konami, Metal Gear Solid komen ze nu weer mee, Pro Evo. Er zit genoeg tofs in, maar Square Enix is toch wel, ondanks het feit dat het niet mijn games zijn, wel echt een pilaar, een rots in de branding in de Japanse gamesindustrie. En die rots, die lijkt nu gewoon te verdwijnen. En dat is bizar. En ik ben heel benieuwd wat er... Gaat gebeuren. Het rommelt. Dat is het enige wat ik een beetje kan lezen. Want nogmaals, ze doen er weinig uitspraken over. Het is aandelen gerelateerd dus bedrijf, dus daar mag je niet zomaar wat over zeggen. De ruzies uh, blijven dus mm, ja, binnenkamers. Maar het moet daar gewoon rommelen. Dit is niet goed. Aandeelhouders gaan mopperen over deze shit. Er moet een koersverandering gaan komen. En ik heb niet het idee dat aandeelhouders. Hè, je zag even een piekje toen die begon met de NFT, zo van oké. Okay, dat gaat de shit worden en al snel kwamen ze erachter dat het shit niet was. Ubisoft stopte ermee, IE stopte ermee, Sega die trok zijn pootjes meteen weer terug. En dus ging het stijl naar beneden omdat men niet gelooft in die NFT's, omdat men zelf dus blijkbaar niet gelooft in Final Fantasy. Um, zorgwekkend. En um, laten we hopen dat Yosuke Matsuda, um, ja, op een nette manier, waarschijnlijk met een zakje yen, uh, aan de kant wordt geschoven voor uh, mensen die wel Inzien waar Square Enix voor staat en dat is gewoon hele vette JRPG's. Dat is de koers die ze moeten varen, wat mij betreft. Niet wat ze nu aan het doen zijn, uh, want dit, op deze manier gaan ze, denk ik, gewoon binnen één of twee jaar kopje onder. Nee.